was het meteen duidelijk dat je in de wieg gelegd was als kunstenaar? Dat was, ik denk, voor mijn ouders niet zo duidelijk. En voor mezelf was het eigenlijk na, toen ik een jaar of 12 was, dat ik dat het idee had van, ja, ik wil kunstenaar worden. Hoe dat gekomen is, weet ik niet. Niet echt een bepaalde inspiratie of een persoon waarvan ik dacht, nou, dat wil ik worden. Maar gewoon, ik wilde wat creëren. En dat was zelfs zo erg dat ik inderdaad met die leeftijd, 13 jaar, al een bordje bij mijn ouders op de muur timmerde met het woordje van Atelier Tom Pauw. Ja, ook eigenlijk zoals wat we nu zien bij deze tentoonstelling van bestaande materialen of natuurlijke materialen en daar dingen van creëren. Maar ik herinner me, want we kennen elkaar eigenlijk al best lang, dat jij ook al heel jong op een kunstmarkt stond. Ja, dat klopt. Ik was 15 en toen wilde ik meedoen aan de kunstmarkt. En belde ik heel zenuwachtig aan bij Jan Visser, wel bekend in Soest, van of ik mee mocht doen met de kunstmarkt. En daar was ik dan inderdaad de jongste. Ja. Ik construeer bijvoorbeeld een mensfiguur uit bepaalde stukjes hout die bij wijze van spreken van aan de Middellandse Zee worden gevonden, die uit Marokko komen en dan een hele verre reis hebben gemaakt. En daar raap ik ze op en ik creëer dan verschillende mensfiguren met hun eigen karakters, met hun eigen toevoegingen en speelsigheid erin. Ja, deze is dan, hier zie je een extra mannetje, nog een persoon erbij, maar er worden verschillende materialen gebruikt, van steen tot... een nieuwe geschiedenis, maar alles wat opgeraapt is, dat heeft een achtergrond. Dat vind ik ook interessant. En dan zit je zo over te filosoferen als je bezig bent? Dag en nacht, nee hoor. Nou, ik denk dat kunstenaars dag en nacht bezig zijn. Ik moet zeggen dat ik er ook wel dingen bedroom, dus dan niet bedenken, maar bedroom en dan heb ik ze gedroomd en dan kan ik ze maken. Ik droom heel gedetailleerd. Dat gebeurt inderdaad, ja. Dit zijn de vondsten die je op die paden vindt van alle gemalen huishoudelijke tegels, bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld. Hier zie je een soort van een toren die opgebouwd is uit fragmenten van huizen. En die fragmenten van huizen vind je dus ook steentjes als van de badkamer, van de tegels, maar ook serviesgoed. Het keuken, badkamer, kelder, in diverse kleuren. In deze twee situaties heb ik dan alle kleuren gebruikt, maar ik maak ook torens met alleen maar wit. Ja. Zien we dit soort elementen, dat zijn steentjes, zijn met keramische steentjes, maar het waren oorspronkelijk dakpannen. Kijk, een dakpan, we zien hier een dakpan. Zijn dakpan die komt oorspronkelijk uit de Marseille, is die gemaakt, bij een rivier gevonden. Verschillende heb ik meegenomen en heb ik een beetje anekdotisch genoemd de koffer voor daklozen. Eigenlijk ben je ook aan het verzamelen door de jaren heen. Ik heb deze tentoonstelling opgebouwd in de tijdsbestek van 3 jaar. In die 3 jaar heb ik dus allerlei stenen ook geselecteerd. Dus ik kijk dan stenen met spikkeltjes. Maar dit zijn dan stenen van asfalt. Dus het zijn van verschillende wegen. Dus dit is misschien wel, ik weet niet wat de A1 in Frankrijk is, maar dit zou van de A1 Frankrijk kunnen zijn. Of dit is de weg naar Portugal. Of dit is, zo zit hier, en dat komt dan ook in de rivier terecht. En dat vind ik dan leuk om dat te verzamelen op een plateau, ook weer opgebouwd uit hout, wat ik aan het strand vind. En dit is dan een plateau met schors, maar dat zijn stukjes, kijk. Dat zijn stukjes schors van een pijnboom zijn dat dan voornamelijk. En die worden dan ook, krijgen mooie afrondingen door het water weer en door de stroming. En je zei door de rivier. Dus die... Ja, door de rivier. De rivier voeren dus heel veel aan. En ja, de zee, die, die,
die zet het weer op het strand. Maar soms is het ook zo dat het vanuit Marokko naar Frankrijk komt. Ton, je had het net over die schorsverzamelingen en je doet er allemaal mooie dingen mee. Ja, met schors is dan het uitgangspunt en dat zie je hier eigenlijk aan de wand hangen. Dan ben ik zo bezig en eigenlijk niet bewust, maar later als het af is, dan realiseer ik me dat het weer een boom is geworden. Dus eigenlijk is het weer een soort cipres geworden, maar dan met iets meer geschiedenis. En van daaruit met dat materiaal van de schors kan ik ook, en ik kan hem even pakken, kan je naar deze vorm komen. Kijk, dat is dus... Ja. Ja, kubusvormig, maar dan krijgt het weer een hele andere dimensie. Ja, dat waar je niet naar op zoek bent, maar dat gebeurt dan ook gewoon. En dat zie je eigenlijk hier bij dit uiteindelijke object. Dat is dat je twee vogelvormen waar je echt niet aan kan ontkomen vindt. En heb ik niets aan gedaan. Gewoon dit, zo is het... gevonden, ja, daar ga ik niet aan schuren en aan slijpen en dan iets anders doen. Dus daar bedenk ik een tafereel bij. Dus dit hebben we, geloof ik, genoemd... op de uitkijk. Kijk, die vogel zit eigenlijk bij een soort van vissersplaats met een netje... waarin dan de volgende vangst wordt gegooid. Maar dat verhaal maak je dan zelf erbij. Maar je kan ook een element vinden van iets herkenbaars. En dat zie je eigenlijk hier, een soort van poppenbeentje... Maar voor de rest is er dan niets. En dan vind ik het interessant om daar wat ontbreekt in mijn fantasie dan aan te vullen. Dus nu is het iemand geworden met een laptop. Porseleinen witte hondjes zijn op zich heel lelijk. Ja. Heel kitserig. Ja. Maar dan vind ik het leuk om er toch iets van te maken waardoor het weer mooi gaat worden. Dat kan komen door de vorm en door de kleur en door de hoeveelheid... Maar dat zie je dus eigenlijk hier, dat het dus een verzameling van lelijke hondjes. Hey, en Ton, hier het lijken wel grafrozen die je hier hebt. Ja, dat zou je zeggen, maar het is het zijn rozen. Het is een compositie van scherven, gemaakt van Italiaanse bokalen, soepterrine-achtige vormen die dan die ik dan... kapot sla, kapot maken en dan bij elkaar componeer als een nieuw kunstwerk eigenlijk. Oh, je hebt ook gewoon wel het lef om dingen kapot te slaan? Ja, dat doe ik meestal als ik alleen ben, want anders krijg ik ruzie. Oh, en ook als je kwaad bent? Nee, hier hoef ik niet kwaad voor te zijn. Ik word eigenlijk, hier zie je dat je van scherven eigenlijk heel erg blij kan worden. Ja, hier zie je eigenlijk het vinden van, het zijn drijvers van visnetten. En die heb ik dan zo geschakeerd dat het een soort van een bokaalachtig iets, waarin een telraam ontstaat. Maar dat ontstaat eigenlijk aldoende. En wat dan niet aangespoeld is, maar wat er wel in de buurt dan was een... druivenwijngaard, of een wijngaard eigenlijk. Rank, druivenranken die dan zo bij elkaar gevoegd zijn, waardoor dit ontstaat. Dus dit was één geheel, dat frame was zo'n geheel? Dit waren hier zie je twee ranken eigenlijk. Dit is een rank, hier hangen de druiven dan aan. En dit is een andere, die heb ik dan hier de verbinding gemaakt. Oké. Elkaar gelijmd. En waar de druiven mee geleid worden, dat is betonijzer. En die heb ik even geleend om dat te creëren. Ton, je hebt ook nog een afdeling buitenbeentjes. Kun je daar ons even wat van laten zien? Ja, dat kan. Hier zien we, noem het maar even buitenbeentjes. Maar het is als houtelement spoelt het dan aan. Het is nu omgevormd tot een... ik vind het ook dat iets leuk mag zijn. En ik vind het leuk om mensen op verkeerde been te zetten. Dus eerst moeten mensen even goed kijken van, wat is dat nou eigenlijk? Ja, een vogelhuisje... En vogelhuisjes, dat is eigenlijk heel onnatuurlijk. Het helpt de natuur wel een beetje natuurlijk om de vogelstand bij te houden of te corrigeren. Maar aan zee heb je geen veel vogelhuisjes. Dan dacht ik, dan maak ik vishuisjes. Maar dat komt eigenlijk door het vinden van dit element. Dit is een fragment. Ja. Dit is nog van polyester van een boot. En daar zat een gat in.
Dus ik had zelf nog visjes bij me, maar dan maak ik heel exact. Maak ik de vogelpootjes dan van bamboe. Kijk, dan kan je. Ja, dat zijn dan. Ja, en ja, zo doe ik dat. Ja, kom je op het idee, hè? Ja. En, nou, het idee ontstaat eigenlijk door dat gat. Ja. En door deze vorm. Ja, en je dan, was toch op het strand, dus je dacht, ja, nou, een visje. Ja, dan vis en dan ja. Tuurlijk, dan ga ik dan even verder of dieper op in. Ik vind, ja, het kijken altijd heel erg belangrijk. Ja. Dus eigenlijk, dat wordt wel eens gezegd van mij, en dat vind ik ook zelf. Ik vind het leuk als ik mensen kan leren kijken. Ja. Dus als je beter kijkt, dan... Ja, kan je ook beter leven, naar mijn gevoel. Ja. Aan kijken heb je heel veel. Mm-hmm.